Oké, we gaan eens kijken wat de Daily Challenge ons vandaag brengt. Of beter gezegd, waar het ons vandaag brengt. Start the challenge. En nummer 1 is... heel veel kassen. Nou, waar mij nou zo ook doen, waar het ligt. Oh jee, hij wil niet laden. Heeft hij verbindingsproblemen? Nee, dat ziet hij wel. Oké, top. Even kijken, ik hoop dat er ergens... oh boy. En dat zal... wat zal het zijn? Is dat niet... hier ergens of zo? Nee, hier. Meer toch? Is dat meer hier? Ik denk dat het meer hier is. De glazen stad, om het zo maar te zeggen. Hij doet het nou wel gewoon goed. Ik zal waarschijnlijk hier wel verkeerd geklikt hebben. Anders dan. Want ik heb nog nooit eigenlijk meegemaakt dat hij in Nederland dat hij heel slecht gaat. Ik durf ook niet te zeggen of ik het precies zal vinden. Ik denk dat ik er wel een beetje mazzel bij moet hebben. Dat ik bijvoorbeeld een stadsnaam of zo zie. Maasdijk. Maasland, Maasluis. De Lier. Oh wacht, Maasdijk. Dat ben ik zelf geweest. Maar dat... Maasdijk, dat ligt meer... ligt dat niet meer hier? Zuidland... shit. Het is voorbij Rotterdam, dat weet ik sowieso. Maasdijk, hier. Kijk. Als ik nou eens het... hoe heet het? Dat straatje? Nollaantje. Nou, nogmaals. Ook al vind ik het niet. Dan zou je denken dat ik toch wel redelijk... dichtbij gekomen ben. Burgerweg. Kwekerij. Misschien dat ik... ik had moeten kijken wat de naam van deze straat was. Nee, ik weet dat Maasdijk is. Dit is Maasdijk dan waarschijnlijk. Ik kan het zeggen, daar ben ik ooit een keer voor het werk geweest. Dus. Woehoe! 1 kilometer! Nice! Nou weet ik dat dat... vanuit Nederland is dat echt heel streng. Want bijvoorbeeld in Amerika was het gewoon volle bakpunten geweest. Dit lijkt mij... ik wilde in eerste instantie Rusland zeggen, maar... ik denk dat dit een van de Scandinavische vrienden is. Even kijken nog. Ik had gewoon weer niet geduld genoeg. Of is dit heel langzaam vooruit gaan? Kijk het bordje te zien. Of is het zo? Damn bordje. Ah, nou gaat het toch wel wat sneller. Oh, het staat hier in twee talen. Wat? Of zijn dit gewoon twee wegen? Is het bijvoorbeeld van hoofdweg en dan zijweg? Ik noem maar. Zeg maar dat je een straat hebt en dat daarna een straat komt die je alleen via die straat kunt bereiken. En dat die daarom ook daar staat aangegeven. Mijn eerste ingeving was Finland. Maar daar ben ik nou niet zo heel zeker meer van, eerlijk gezegd. Aan de andere kant het... ik zou niet eens willen zeggen dat het er typisch Fins uitziet, maar het ziet er typisch Fins uit.
Ik weet niet, ik zou dit niet plaatsen, in ieder geval niet in Noorwegen. En eigenlijk ook niet in Zweden. Ik zou dit echt gewoon... Ik weet niet. En niet eens in het noorden van Finland, omdat meer in het zuiden waar ik me nou weggezet heb. Ook niet eens dat ik denk van, oh, dit is Rusland. Weet je, dit... Ik... zou die twee talen... Het enige andere waar ik aan zit te denken... Oh nee, laat maar. Dit is Finland, ja. Ja, geblurde bordjes, ja. 100% Finland. Oké. Okay. Enige andere waar ik aan zat te denken, met name door die twee talen, dat het eventueel Estland was. Dit is ook nog wel een... Ja. Nee, toch niet. Ik wilde Estse omgeving zeggen, maar zelfs dat niet. Hallo? Kukuk. Nee. Mag niet. Ja, het was Finland. Zelfs nog zuidelijker dan dat ik dacht, joh. Dat had ik nooit geraden. Next. Ik denk dat dit weer Nederland is. Ja, dat is weer Nederland. Eens kijken. Ja, kijk. Misschien dat hij, als hij ingezoomd is, dat hij dan niet goed klikt. Huh. Ah, nee. Oh, gelukkig. Ik wilde al gaan huilen dat er een vrachtwagen voor stond. Nieltje Jans, Zierikzee, Rotterdam. Nou, het zit in de buurt van de vorige zelfs in principe. Ah, in de buurt van. Dat is Wilhelm in het dorp. Ik zit op de N265. Is dat deze? Yes. Zou je denken dat ik hier zit? Als dit de afslag naar Wilhelminusdorp is en dit naar Rotterdam gaat en naar Neeltje Jans, ik ga ook naar, ja, 600 meter. Oké, nou ja, dan gaan we kijken, want ik zie dat er hier zou er een er zit een weg langs, die heb ik gezien. Dat klopt. Maar is dat die kruising? Ja, nou, dan zit ik. Wat zal het zijn? Hier of zo? Dit is niet een. Ik bedoel, ik denk zelfs dat ik hier van de zomer nog gereden heb. Als ik mij niet vergis. Ja, dit is die kruising, dus. Nou, misschien zelfs een klein beetje. En nou gaan we zien hoe streng de Nederlandse is. Want ik denk dat als ik hier, ik noem maar wat, 500 meter naast zit. Dat hij dan gelijk is van, dat gaat niet door. Zo werkt dat niet. Dus ja. Laten we dat dan maar niet proberen. Hè? Laten we het gewoon... Kokken op de. Ik denk ook niet dat ik ook maar enigszins zou kunnen. Voor verre zou kunnen gokken. Op wat voor manier dan ook. Waar ik ben. Er zijn geen gebouwen. Er zijn geen verkeersborden, staan er niet op. Dus. Nee, dat. Nee. Met alle respect, dat. Nee. Dat gaat echt heel lastig worden. Nou, 5000 punten wel. 50 meter. Niet slecht. Niet slecht. Kan veel slechter. Oké. De volgende. Sorry, ik was
bezig op mijn telefoon met andere dingen. Dit lijkt me Amerika. Dit lijkt me Arizona, New Mexico. Ik denk niet Texas. Las Vegas en Trinidad. Dan zou dit... zou dit Arizona moeten zijn, zou je zeggen. Maar... Nee, dit is dus niet Arizona. Was het Trinidad? Ik ken die naam ergens van. Kijk, hier heb je die weg. Dit is ook Las Vegas. What the fuck? Oké. Was het Trinidad? Dan. Wat? Wat is dit voor onzin? Hoezo zit er ook een Las Vegas in... Damn. Oh, Trinidad zit daar. Hoe dicht zitten wij dan tegen de grens aan? We weten dat als de... Nou, is dat niet per definitie zo bij... ik zet hem even hier weg. Bij staten... Ik weet wel dat het toen in dingen was. In Australië, dat het bij een staat was. North Mexico Department of Transportation. District 4, Retton. Oh, holy shit. Ik zit gewoon in Retton, inderdaad. De tering. Even kijken hoor. Dat is het zuiden. Oh, wacht. Weet je wat ik... Ik moet gewoon kijken waar de dingen zit. De transportation dingen. Die zouden erop moeten staan, zou je denken, toch? Dit is wel vrij in... Retton, dus even kijken, wat is dat? Wat is dit? Dit is, ik kan het niet lezen. Ik zou wel denken dat het aan de snelweg ligt. Oh, het lag aan de andere kant van Retton. Nou, boeiend. Ik bedoel, 4.985 punten, dat is niet slecht. Oké, oh. Oh. What the fuck? Is het een... wat ben ik? Wat is het? What the fuck? Wat ben ik, zeg? Dit is nou niet dat je zegt van, nou... Dit is een plaats die ik ken. Kijk, als je meerdere... Dus daarom zeg ik altijd... Ik was altijd zo van... Even kijken. What the fuck, waar is dit, joh? Het ziet eruit alsof er hier een storm geweest is. Met die bomen en die narigheid en die auto die achter ons aanrijdt die ons volgens mij wil gaan overvallen. Oh. Kom op. Ik wil daar naartoe. Waar ben ik, joh? Jezus, weet je waar ik aan zit te denken? Aan Macedonië. Of aan Griekenland of zo. Oh.
Ik hoop dat dit bord me een beetje een idee geeft. Wat? Nee, want het is niet Russisch. Zou het dan toch? Zou het Bulgarije kunnen zijn? Lijkt me niet. Ik heb nog nooit Bulgarije gehad. Dus. Nogmaals, dat zegt niet dat het niet Bulgarije is, maar. Ik denk dat het Macedonië is. Ik heb ook nog nooit Macedonië gehad, daar niet van. En ik denk wel dat het dan de grens met Griekenland is. Ik denk dat daarom dat daar afgesloten was. Oké. Het was te. Nee, het was wel Bulgarije. Oké. Wauw. Show full result. 22.000. Dat is niet slecht. Zeker niet voor. Gezien die laatste gok, zeg maar. Nogmaals, ik. Wauw. Had ik absoluut niet verwacht. Oké, even kijken. De andere. Even de hoofdmode uitschakelen. Hetzelfde idee, een beetje. Die was dat die? Die zat helemaal in Noord-Finland. Deze had hij gewoon goed. Dan moet dan een oude. Of je moet echt iets tegenkomen wat ik al compleet over het hoofd gezien heb. Dat kan niet anders. Als deze, nee, deze heeft ook. Die zat in Roemenië. Roemenië is ook niet zo'n heel slechte gok. Even kijken dat deze. Allemaal een beetje hetzelfde, alleen dat daar weer. Ja. Veel mensen in Roemenië. Nee, die. Kijk, ik ben blij dat ik niet de enige ben die dacht aan Macedonië. Ik weet niet, het. Sprong me te binnen, Macedonië. Nou, het was heel duidelijk niet Macedonië. Het Nederlands tintje eraan was vandaag wel leuk. Ik bedoel, dat was herkenbaar. Daarom is, ik moet dat echt nog eens een keer doen, echt een Nederlandse geocacher. En dan wel voor de hoogste score gaan, zeg maar. Dat is echt wel, niet met de tijd, gewoon wel echt uitgebreid tijd nemen, gewoon echt desnoods 20 minuten rond per keuze. Maar dat moet ik wel een keer gaan doen. Hopelijk krijgen we morgen weer meer Nederland. Nederland is leuk om te doen. Tot morgen.